Richard Evers werkt bij een schoonmaakbedrijf van bioboxen. De toilethokjes, bekend van bouwplaatsen en festivalterreinen, roepen vaak negatieve reacties op. Ze zijn altijd vies en stinken. Tenminste, dat is het vooroordeel. Voor Richard is het schoonmaken van de bioboxen geen probleem. Ja, ik vind het lekker. Je zit de hele dag lekker in de auto, je bent in de buitenlucht. En ik vind het fijner als om een hele dag in de fabriek te lopen. Echt. En hoe gaat het in zijn werk, het reinigen van een biobox? Nou, wij krijgen van de planning zeg maar elke avond thuis gestuurd een route voor de volgende dag. En daar staan de adressen op waar je ze schoon moet gaan maken. En dan nogmaals, we komen bij een toilet en we tekenen hem er netjes af. We zuigen hem leeg, we vullen hem met nieuwe vloeistof, we spuiten hem lekker uit. En hangen een nieuw toiletpapier in en parfum erin. En dan is hij weer lekker schoon voor een week. En dat is in 5 minuten gepiept? In principe, als je er goed bij kan, kan dat binnen 5 minuten, ja. Maar er zijn nog eens problemen? Ja, nou ja, je kunt niet overal bij je. Ze staan niet altijd op een parkeerplaatsje naast je auto. Maar je moet wel eens door de bouw heen. En dan staan de stenen in de weg of containers of vrachtwagens of ijskranen. En ja, dan ben je even iets langer bezig om zo'n toilet schoon te maken. De smalle straten van Utrecht zorgen ook voor vertraging. Eenmaal aangekomen op de plek van bestemming wordt alles grondig schoongemaakt. Wat vinden de gebruikers ervan? Redelijk schoon. Wat moet ik onder redelijk verstaan? Als de jongens op tijd komen, dan gaat het goed. Maar af en toe hebben ze de neiging een keertje over te slaan. En dan wordt het een stuk minder. Toch streven Richard en zijn collega's naar een wekelijkse schoonmaakbeurt. Tot slot heeft Richard nog even een tip voor bioboxgebruikers en festivalgangers. Eigenlijk moeten ze allemaal gaan zitten op zo'n ding. Dan zullen we weinig problemen hebben. Maar dat is toch weer onhygiënisch? Ja, oké. Maar ja, in principe is het ook onder... Ja, je moet naar het toilet en daar zijn die dingen voor. En ja, ook dames en vooral op festivals... Wij doen ons best om ze meerdere keren per dag daar op festival schoon te maken. Of schoon te houden. Maar ja, als iedereen een beetje meewerkt om zo'n ding ook niet als vuilnisbak te gaan gebruiken. Ja, dan scheelt dat een hele hoop.